bewustzijn van je bewustzijn. Dingen waarnemen, vibraties voelen. En gewoon neutraal kan zijn in de emoties en dat wat je waarneemt. Gewoon daardoor bijna de energie gewoon gaat zien. Niks staat stil, alles is in beweging. En zelfs ja, de emoties tussen liefde en haat, of zelfs de energie van de cirkel van de maanden, de dagen en de zon die in zicht komt en weer uit het zicht verdwijnt. En alles zit een energie aan en een beweging en een patroon, ook al verandert die. Dus zodra jij bepaalde bewegingen door gaat hebben, net als dat je gewoon een klok begrijpt wanneer die overslaat naar de volgende minuut. Een soort van een betekenis van tijd krijgt. Ook al is tijd nep, het is natuurlijk wel. Oké, we lopen er wat vanaf qua uren en de werkelijke tijd, zeg maar. Maar het laat wel zien wanneer de zon opkomt, wanneer verdwijnt. En dat daar toch wel een 24 uren cirkel in zit, zeg maar. En wanneer jij die energieën gaat zien en de bewegingen en de patronen, dat gaat gewoon bij jouzelf ook gewoon echt een bewustzijn brengen. Nou, ga eens weg. En dan ga je echt gewoon, als je die energieën ziet, kan jij zelf bepalen in welke energie jij meegaat. En dat op jou laat resoneren. Ik vind, ja, je gaat niks uit de weg wat jouw pad is. Maar jij bepaalt wel je eigen pad. En als jouw bewustzijn zo hoog is, dan zijn er in één keer een stuk minder wegen naar Rome. Omdat je de hele boel gewoon weg kan filteren en zelf ook wel dan kan inzien. De makkelijkste weg kiezen is natuurlijk heel simpel en dat zal ik niet doen. Maar ook die heb ik gezien. Ik denk, als je voor andere mensen ook paden ziet. Iedereen bewandelt zijn eigen pad, maar dan maak ik wel een video, toch? Het is echt, je moet energieën gaan zien. Niet alleen waarnemen. Je moet ze gaan snappen en als je ze snapt, ga je dingen begrijpen. Dat is echt gewoon weer een volgende stap.